We gaan vandaag aan de slag met een mooi stuk zachtgeharde buikspek van Nice to Meat. Nou, we hebben het stuk vlees gekozen omdat de kwaliteit is echt super mooi. Kijk, dat buikspek. Je kan er echt heel veel kanten mee op. En, het is maar net aan de chef wat je uiteindelijk mee wil bereiken. Maar we gaan het straks op de oven dan bakken. En daarvoor gaan we het licht marineren met een klein beetje sambal. Een babypang saus hebben gemaakt. Dan gaan we hem insmeren, gewoon bakken. Dat hij mooi karamelliseert op de oven hier. Dat je echt die lekkere baksmaak mee krijgt. Een beetje karamel. Van de suikers die we in de marinade zetten. En het vlees zelf is gewoon super zacht. Daarbij hebben we een bereiding gemaakt van de gefermenteerde witte kool. Er komt een wat haricovertjes bij, zijn in kimchi gemarineerd. Het saus bij het gerecht is ook op basis van de kimchi. Nou, ik zou zelf het buikspek, daar heb ik toch als voorkeur om te barbecuen. Want in de pan krijg je wel uiteindelijk ook wel een roosterige smaak. Maar de barbecue, als je daar op bakt, dan krijg je toch net een beetje meer power. En de rook van de barbecue, die trekt mooi in het vlees ook. Dus dan heb je een licht rokerige smaak. En bij buikspek vind ik dat zelf erg lekker.